Wist je dat het eerste siliconen borstimplantaat in 1961 is gefabriceerd? Op dit moment zijn er vele eisen waar een borstimplantaat aan moet voldoen. Vandaag gaan we langs bij een bedrijf uit Kontich dat ons alles vertelt over de eisen en de implantaten zelf. Er bestaan eerst en vooral twee vormen van implantaten. Je hebt de ronde implantaten en de anatomische implantaten. Soorten, er bestaan gladde implantaten, getextureerde implantaten en microtene implantaten. B-Lite implantaten is het meest innovatieve product vandaag in de implantatenbusiness. Dat zijn implantaten die 30% lichter wegen dan de normale implantaten. Met andere woorden, patiënten die een borstaugmentatie of een reconstructie willen met 500 cc, dus 500 milliliter implantaat, krijgen 500 milliliter implantaat geplaatst, maar die wegen dus 30% minder. Dus uiteindelijk wegen die maar 350 gram in plaats van 500 gram. En dat is het grote voordeel van B-Lite vandaag. De meest populaire implantaat, het meest gebruikte implantaat, zijn de getextureerde implantaten, omdat deze ook al het langste bestaan. De implantaten die het meeste onderzocht zijn, wetenschappelijk het sterkste staan, zijn de microtene implantaten. Zij zijn ook de eerste keuze volgens de studies, volgens de wetenschappelijke studies, voor reconstructie. Hoe zwaarder het implantaat, hoe sneller in de loop van de tijd dat de borst zal beginnen te hangen. Dus hoe lichter het implantaat, hoe beter. En daarvoor is de innovatie van B-Lite implantaten zo enorm, omdat patiënten dan langer met een normale, mooie borst zullen blijven rondlopen. Het verkoopsproces begint eigenlijk bij het bezoek van de vrouw bij de plastisch chirurg. De plastisch chirurg meet de maat van de borst op en past het aan de verwachtingen van de vrouw die voor hem zit. Dan bestelt hij zijn implantaten bij zijn apotheek in het ziekenhuis. De apotheek bestelt het bij ons, bij Aliamed. En wij gaan deze dan verpakken en versturen naar de apotheek die het dan aflevert op het OK, waar de arts de operatie uitvoert.